Zoals bekend gaat Suriname in het weekeinde van 21 tot en met 23 augustus in lockdown. Dit als een van de maatregelen om het COVID-19-virus terug te brengen. Momenteel grijpt dit virus om zich heen. Wat zegt de man van de straat over deze ontwikkelingen? Goedendag mevrouw, hoe beschermt u zich tegen het coronavirus? Door hygiënische stappen toe te voegen, zoals handen wassen, sanitizen en mijn mondkapje dragen. Alle regels, alle maatregels moet ik gewoon volgen. Afstand houden, mondkapje op en natuurlijk doen wat er gezegd wordt. En alert zijn, op elk gebied alert zijn. Wat vindt u van de gevallen die met de dag stijgen? Ik vind het triest. De Surinaamse gemeenschap is ongehoorzaam. En dan krijg je dit. Hou je aan de afspraken, hou je aan de regels die voorgeschreven zijn. En dan moet het beter gaan. Ik hoop dat ze heel snel genezen. Ik hoop dat alles goed gaat in het land. Maar voor nu moeten we even volhouden en hopen dat het niet meer verder gaat. Of zo min mogelijk dan. En dat veel mensen dan ook snel genezen. Want ook een heleboel zijn al genezen. Het is niet leuk om te horen. Maar ja, we kunnen niets aan doen. Want dan, we hebben geld nodig. Dus we moeten een of andere... manieren aan ons geld komen, dus ja. Het brengt een bepaalde vrees, want je bent gewoon bang om ook besmet te raken. Maar je blijft gewoon bidden dat je dus niet ziek wordt. En mocht je ziek worden, dat je het eigenlijk overleeft. Men zegt van, je moet een vaccinatie nemen om jezelf tegen die coronavirus te beschermen. Maar is die vaccinatie wel beschermend? Is dat wel beschermend? Want wat ik wel weet is dat God mij beschermt. Wat vindt u van de maatregelen die de overheid tot nu toe heeft getroffen? De maatregelen, ik denk niet dat die maatregelen effectief zijn. Omdat men weet ook niet zelf hoe diep coronavirus werkt. Want je draagt die masker, je kan bijna niet goed ademen. We wassen onze hand, toch hoor je elke dag dat de coronagevallen stijgende zijn. Ja, die maatregelen zijn zo, men weet niet hoe het werkt. Dat moment moet eerlijk zijn. Niemand, want je ziet die virus niet toch. Ik was man, maar ik weet niet als ik misschien ooit in aanraking ben geweest met die virus. Tot nu toe ben ik gezond, maar ik weet niet als ik ooit misschien die virus heb aangeraakt of dat het is komen kleven aan mijn leven. Ik weet niet, want je ziet het niet. We doen die dingen, we trekken een masker op, we wassen ons aan. Maar elke dag hoor je zeggen, er komen meer gevallen, mensen gaan dood. Dus volgens mij is het zomaar. Tot nu toe vind ik het goed. Je moet een... Naarmate de situatie zich verergert, moet je die maatregelen aanscherpen. En ik vind het goed. De overheid doet hun best, ja, om alles onder controle te krijgen. Dus ja, we zullen zien wat we aan de bus gaat krijgen. Wat is je boodschap naar de samenleving? Zo naar de samenleving toe. Zou ik zeggen, laat de mensen zich aan de veiligheidsmaatregelen houden. En zoveel als mogelijk veilig over straat te gaan en vooral kinderen thuis te laten en zo. Om te voorkomen dat we een enorme ramp in Suriname krijgen.